Mag ik een patatje met alsjeblieft? Jazeker, patatje met komt eraan. Eentje, ja, bedankt. Bye. Top. Mensen kennen jou van Life Hunters. Ike Andrews. Ike Andrews. Heeft hij er wel eens van gehoord? IKEA is echt een klapper. Op YouTube staat hij op 2,5 miljoen, denk ik. Maar omdat de rest van de wereld, en dan heb ik het over 22 landen naast Nederland, een eigen playertje hebben, staat hij ongeveer op 30 miljoen. Oervorm, een oerhutje, ergens in Afrika of zo. Arabisch nieuws, Al Jazeera, Dubai nieuws, ik sta in de Times. Want een IKEA komt dus naar Life Hunters toe, ja. Van jullie kunnen kennelijk files maken, wij hebben die nieuwe poster, bedenk iets. Zo gaat het dus eigenlijk, hè? Ja. Maar branded content is dat je iets moet maken in de idealen van een merk. Als je voor Jägermeister een filmpje maakt, dan mogen de shots met bierzuipende, rokende studenten er allemaal niet in. Dat beperkt je enorm in het maken van een video. Ja, ik mag hem aanpakken. Ja, dit is echt wereldverbeterend bier. Mensen kennen jou ook van het partyfeest. Het partyfeest, ja. Ja. Ik ben er geweest, super vet. Ja, het was wel gezellig. We zitten dus patat te eten. Ja, dit lekker. Gaat ook een beetje over eten, dit hele verhaal. Ik ontbijt het liefst gezond. Nooit hagelslag of zo, ik krijg meteen puistjes van. Dat vind ik echt... Is dat havermout of zo? Ja, kwark met krusli en rozijnen en al die hipster shit. Banaan, granola, kaneel. Okay. Ik wilde een flauw grapje maken, maar dit is best wel lekker. Wij hadden de schijf van 5. Ja. Dus met 3 glazen melk en een bruine boterham met kaas en zo. Ja. Dat mag allemaal niet meer, schijnt. Eet jij een boterhammen? Ja. Ik vind verpak eten van alles van de Albert Heijn. Crap. Vind ik van het tankstation. Het is allemaal hetzelfde. Alles dat vacuüm verpakt is. Is een beetje hetzelfde smaakje. Is puur een solid eetbaar dingetje. Met heel veel zout of een smaakstof. Maar het heeft geen reet te maken met eten. Nou, ik zal nooit, maar namelijk nooit, en dat mag nooit in mijn auto, een beefy worstje. Als je dat eet, dan laat ik je achter. Okay. De lucht die daar vanaf komt, is niet te harde. Als je een bar moet nemen, neem je dan bijvoorbeeld een Ballisto of een Snickers? Of neem je helemaal geen bar? Dit zijn jouw rijtjes, hè? Dit zijn natuurlijk mijn dingen. Ja, nou, ik kies dan voor het zakje M&M's. Al vanaf jongs af aan neem ik noem het ook altijd een snackbar. Hè? Mooier. Dat vind ik mooier. Cafetaria. Qualitaria. Een Qualitaria. Dat zijn de beste. Dat is quality. Nee, ik neem altijd al vanaf jongs af aan een patatje oorlog met ui. Dat is het beste man can get at 5 o'clock in the morning. Zeker te weten. Ik wil nog een whole earth lightly sparkling organic ginger drink. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik vind saus op de friet in een puntzak. Dat is niet jouw ding. Nee. Want je moet dan beginnen met de saus weg te eten en dan onderop en dan de friet. Weer. Een kipcorn, horizontaal. Ja. Dat ze zo'n randje mayo er overheen doen. Dan verneuk je kipcorn toch? Die saus trekt dan erin en het wordt zompig. En maar je moet toch de keuze hebben. Ik wil er graag mayo bij, dus ik dip hem erin wanneer ik dat wil. Ja. En dan heb ik nog iets veel ergers meegemaakt, maar dat vond ik zo erg in de snackbar dat ik er heel erg hard om kon lachen. Mijn patatje oorlog kreeg een hele waterige satésaus. Dus ik ging naar die man en ik zei, the fuck is dit? Weet je, heb je er chocomel in gegooid? Goeie gevraagd. En toen zei hij, ja dat weet ik, maar de machine is kapot. Dan is je taak... Geen die... eer van je werk, hè? Kom op nou. Oh man, kom om die dat. Sausen te beheren. Je bent de sausbaas. Hey, ik hoorde de telefoon overgaan. Jij had je telefoon eruit gezet? Ik had mijn uitgezet, ja. Dan ben ik het zelf, shit. Ik wist niet dat Vodafone 4G... Heb je hier ook al bereikt met Vodafone? Wat? Ja, ik heb een abonnement. Supergoed. 4G... bereikbaar 50 euro in de maand. Oh man. Ik zou nooit naar een andere provider. Nee. Vodafone. Echt? Onthoud die naam. Ik pak altijd het speciaaltje. Het speciaaltje? Het speciaaltje is een soort kruidgehakt vierkant blokje. Ja. En ik ben op een gegeven moment in het vitaaltje getrapt. Mm. Wil je dat nooit meer doen? Ik dacht, dit is een combinatie van speciaaltje, maar dan gezond.
Maar die is niet goed. Dat is het vitaaltje, dat is echt vragen aan een hoer of ze even je wil knuffelen. Me en mun. Oh nee, ik doe tegenwoordig ook me. Nee joh. Ja, ik ben helemaal los joh. Ik doe ook... Maar dat kan toch niet? Even en zo. Je hebt toch geen tribal? Tons, mayonaise, frisuur, bio. Dat is lekkere mayo. Nou. Nou, dankjewel voor het geld. Doei.